Ja, mijn naam is Martin Lammers. Ik ben bakker. Ik kom uit Haaksbergen. En ik werk ook vanuit Haaksbergen. Ik heb een bakkerij gehad. En heel veel kennis opgebouwd in de loop van de jaren. Als Nederlandse bakker heb je heel veel kennis. Daar kom je eigenlijk pas achter als je naar het buitenland gaat. Ik ben in Amerika terechtgekomen, in Canada. En dan denk je, ja, schieten ze raketten naar de maan, daar zullen ze het wel weten. Maar ontwikkeling op het gebied van ovens, bakkerijmachines, ontwikkeling van deegconcepten. Daar hebben ze eigenlijk heel weinig kaas van gegeten. En dat doe ik nu als een van mijn grote hobby's. Ik ben uitgevlogen over de hele wereld. Canada en Amerika zijn daar als grote pijlers uitgekomen. Maar nu is dat langzaam steeds meer verschoven naar Afrika. En wordt dat Amerika-verhaal een beetje op de achtergrond geduwd. Ik vind het mooi om te doen, om de kennis die wij hebben over te dragen. Wij kennen dus het kneden van met een hele oude deegmachine of met de hand. Tot en met kneedmachines met een IP-adres en computerbesturing. Maar we hebben zoveel kennis opgebouwd. Als je daar komt, dan zie je dat eigenlijk pas. Ik heb als hoofdzaak maak ik dingen uit deesem. Dat is eigenlijk mijn ding geworden. Daar heb ik altijd al mee geëxperimenteerd. En vooral omdat ik brood bakte zonder melkbestanddelen. En dan mis je toch iets in je brood. Dit brood bijvoorbeeld, wat hier ligt, dat heeft een hele mooie kleur. Hier zit ook melk in. Als je dat er niet in doet, krijgt het een hele fale kleur en dan is het niet zo'n feestje. En kwam jij ook daar voor het eerst in aanraking met sorghum, wat ze daar gebouwen? Ja, nou ja, nee, niet daar. In Afrika hadden ze ook helemaal geen sorghum. Sorghum is een graan dat je kan gebruiken voor de broodbereiding. En dat ook heel goed op het land kan worden verbouwd in plaats van mais. Snijmais kan langzaam worden vervangen door sorghum. Sorghum is glutenvrij. En sorghum, daar ben ik mee in aanraking gekomen doordat ik bij de huisarts was. Mijn huisarts die is in Afrika geweest vroeger, dat wist ik. Ik was daar en we kwamen zo aan de praat. En toen zei hij van, ken jij sorghum? Ik weet niet wat je bedoelt. Ja, hij zegt dat is een graan dat vroeger in Afrika gebruikt werd. En dat goed tegen droogte kan. Maar toen ik uit Afrika kwam, was het daar vreselijk droog. En dan zie je dus ook, als daar een misoogst is, wat er gebeurt met de bevolking. Daar stort de economie in, dan hebben de mensen niet wat te vreten en dan eten. En dan, ja, dan gaat het mis. Dan komt er een soort opstand. En dat, ja, dan zie je eigenlijk wat voor impact of dat heeft. En toen ik terugkwam in Nederland, ging alles gewoon door. Dus in Nederland heb je dat niet eens. En ben je toen in Nederland sorghum gaan verbouwen om te kijken hoe dat is? Ja, eigenlijk al. Ik heb meteen naar Afrika geappt van, ken jij sorghum? Naar Jesper Lublinghoff, de man in charge bij Mubuyu Farm, zo heet het daar in Zambia. Dat is de zoon van die Willem die me op heeft gehaald. En die hebben daar een hele moderne meelfabriek en allemaal velden met tarwe. En nu hebben ze ook sorghum. En dat sorghum, dat wordt nu 10% toegevoegd aan de tarwe die je gebruikt om brood te bakken. En daar wordt het ook allemaal goedkoper door. Want Jesper stuurde me een keer een mail. Ja, je hebt allemaal wel leuke ideeën. Je komt uit Nederland en ik snap dat wel. Maar wij moeten hier mensen voeden die minder dan $1 per dag verdienen. Dus het moet allemaal goedkoop. En het is nu zo dat er nu weer sorghum wordt verbouwd in Afrika. En ik heb een recept gemaakt met sorghum. Bijvoorbeeld voor koekjes. Er was ook de vraag van Willem, kan je heel goedkope koekjes maken? Een goedkoop volksvoedsel dat toch heel gezond is. Uiteindelijk is dat een project geworden waar zelfs Erika Terpstra bij betrokken is via de Verenigde Naties. En die willen dus graag dat dit van de grond komt. Maar nou heb ik dus een recept gemaakt met sorghum. Dat heb ik inmiddels verstuurd naar Afrika. En het grappige is, dat is 100% sorghum. Maar die koekjes vallen zo uit elkaar omdat er geen gluten in zit. Dat bind ik met banaan. Bananen hebben ze genoeg daar, ook waste bananas. Dus bananen die over zijn, die afgekeurd worden omdat ze in Nederland niet goed genoeg zijn, die kunnen wij daarvoor gebruiken. En zo ontstaan er allerlei projecten waar je de mensen in Afrika mee kunt helpen. En nu heb je ook in Borne sorghum verbouwd. Ja, je bent ermee bezig, hè? Ja, ik werk ook bij een sorghumboerderij in Bekkum.
En daar hebben we experimenten gedaan met sorghum. En via die zorgboerderij ben ik in aanraking gekomen met de familie van Buren. Een biologische boer op een twikkelboerderij in Bonne, of Zenderen. En die is dat ook gaan verbouwen. Hoe ziet het eruit? Als wij een fietstochtje maken? Ja, het lijkt op mais. Door onze streek. Wat zie ik dan op het land? Ja, onze streek zie je alleen nog maar mais. En dat was ook een beetje het probleem dat over de hele wereld zie je dat het allemaal mais is geworden. Sorghum is heel goed voor de grond. Het gebruikt bijna geen mest en geen pesticiden. Dus dat is al een hele grote verbetering. En het brengt nieuwe stoffen in de grond voor planten. Dus die mais kun je voor een groot deel vervangen door sorghum. Sorghum lijkt op mais. Er zit alleen geen kolf aan. Er zitten pluimen op. En in die pluimen zitten allemaal bruine bolletjes. Daar zit meel in. En dat is er in drie varianten, de drie hoofdgroepen. En hoe kunnen we dat verwerken op onze eigen manier, zoals we ook tarwekorrels verwerken? Nee, dat is wel een beetje een probleem. Het malen daarvan is een groot probleem. Een Nederlandse meelfabrikant die gaf mij dat al aan. Hij zegt, ja, als je dat wil, dan kom je weer voor nieuwe problemen. Het plakt heel erg in de zeven installaties van de meelfabriek. En ook in de buizen, het gaat allemaal vastzitten. Maar wat er nu uit is gekomen, dat is eigenlijk een beetje geëxperimenteerd in Afrika. Het wordt 10% vermalen met tarwe. Dus je hebt 90% tarwe en 10% sorghum. En dat wordt in één beweging gemalen. En dat kan wel. Als je het heel grof maalt en niet uitzeeft, dan gaat het wel. En hoe smaakt het? Dat ja, dat is heel grappig. Het neemt de smaak af van het product waar het in zit. Ik had dus bij de zorgboerderij, daar bak ik elke dag vers brood. Daar heb ik een aantal proeven gedaan met sorghum. Met 10% sorghum, 20%, dus steeds een kleine aandeel tarwe. En hoe meer sorghum ik gebruikte, hoe meer positieve reacties over van de deelnemers uit de zorgboerderij kwamen. Van, oh, wat is dat lekker, wat is dat? Dus het is heerlijk. Het neemt de smaak aan van het product waar het in zit. Dus die koekjes die ik maak, daar zit de helft suiker en de helft boter in. Maar dat smaakt enorm naar boter. En het is een heerlijk koekje. Eigenlijk ook heel goed voor onze lijn. Ja, zeker. Want iedereen wil toch wel een beetje slank blijven. Het heeft heel veel voordelen. Daarom ben ik ook zo enthousiast. Ik kan er wel dagen over vertellen. Ja, ik hoor. En ik vind het ook mooi dat het nu in Nederland langzamerhand een beetje ingeburgerd is. LTO Noord, de landbouworganisatie in Nederland, die maakte zich heel sterk voor. Met name Michaela van Leeuwen, die is daarmee bezig. Dat is een dame die de sorghum gaat promoten voor Nederland. En daar heb ik ook nauw contact mee over hoe het verder gaat met de zorg in Nederland. Ja, dat wou ik net vragen als laatste vraag. Hoe ziet nou de toekomst eruit als het aan jou ligt voor wat betreft de zorgen? Het grote aandeel zorgen, dat is natuurlijk duidelijk. Er zijn toch heel wat mensen die problemen hebben met gluten. Nou, als je dat voor een deel kan vervangen door zorgen en het milieu een stuk beter kan maken, nou ja, wat wil je nog meer? Dankjewel voor dit hele interessante gesprek. Graag gedaan, heel graag gedaan.